Luciano, wat is de waarde van zo'n fraaie goal als het uiteindelijk toch 4-1 wordt? Niks. Het heeft geen waarde natuurlijk. Je hebt verloren, dus ja, geen waarde. Het was wel een prachtige goal die de wedstrijd ook wel weer op zijn kop zette. Ja, 2-1 ga je de rust in. Dan weet je dat het nog kan. Ik denk tweede helft in het begin creëer je nog twee kansen met Pereiro en Luc. Als die erin valt, wie weet wat voor wedstrijd het wordt. En, ja, maar dat is als. Ze waren niet gevallen en het viel wel aan de andere kant. Dan weet je dat het moeilijk wordt. Ja, verliezen jullie hier deze wedstrijd vanwege die eerste 25, 30 minuten? Ja, kan je misschien wel zeggen. Ik denk als je het eerste doelpunt ziet, staat niemand nog klaar. Dan zijn we nog niet waar we moeten staan. En dan zie je dat ze gewoon uit de standsituatie scoren. En dat is gewoon helaas. Ik zie nogal wat wedstrijden voor PSV. Dit is voor het eerst sinds tijden dat ik een beetje het idee had van zou PSV geïmponeerd zijn door de tegenstander, door het grote stadion. Ja, kon je misschien wel zeggen als je de eerste 30 minuten keek dat we ons spel nog niet speelden. Pas na een half uur zie je dat we ons spel spelen en dat we ook tegen Bayern München een paar kantjes creëren. Ja, en hoe sta je hier nu na afloop van die wedstrijd die zo'n grote uitslag kreeg waarin jullie soms weggespeeld werden en soms heel aardig partij gaven? Ja, natuurlijk met een rotgevoel omdat je toch het gevoel had dat het misschien een andere wedstrijd zou kunnen worden.